Hallo allemaal, leuk dat je weer kijken. Mijn naam is Victor, naast mij zit Jelle en wij gaan vandaag koeien voeren op de Canadese manier. We zijn hier op Black & White Dairy in Black Falls, Alberta, waar we zo'n 170 koeien aan de melk hebben. En vandaag komt Victor met mij mee op stap om te zien hoe wij onze koeien voeren. Schijnt altijd de zon in Alberta, hè? Ja, dat is echt ongekend, zomer en winter. Dat is echt vooral om te winter, dag ook jongen. Ja, dat is wel goed of ze net zo ski leren rijden, een beetje door die sneeuw in te stappen hier. Dat is wel een mooi gezicht, ja. Zo, nou zijn we. Gerstekel aan het laaien. Gerstekel? Ja, het is groen. Ja, de gerst wordt eigenlijk groen gemaaid. Ja. Dus eigenlijk over 2 weken gaan we weer kuilen. Eigenlijk de melktypische grassen, die moet je ieder jaar hier opnieuw inzaaien. Omdat die zijn niet winterhard. Oké. Okay. Ja, dat is ook wel echt dan een flink verschil wat ik hier heb gezien in het rantsoen voor de koeien, zeg maar. Ja. Dat, ja, meestal luzerne en gerst. En, ja, snijmais. Snijmais. Hoe lang ben je hier nou in Alberta? Ik ben hier nou grofweg 3 jaar, zo'n beetje. Wat trekt jij nou het meest hier in Canada? Canada? Ja, het is eigenlijk... Het is echt leven laten leven hier. Iedereen die doet gewoon zijn werk, doet zijn ding en het draait gewoon en de vrijheid en de ruimte. En, ja, het is iets unieks. Okay. Zonder al te veel regelgeving werkt het gewoon. En, ja, ik vind het zelf gewoon echt heel mooi om te zien. Als je hier ook iets vindt van boerenvakken, hier gewoon echt, kun je gewoon echt genieten. Je doet gewoon wat belangrijk is, wat er moet gebeuren. Je kijkt achter je beest dan. Daar word je dus niet door wetgeving en regelgeving meer door in de weg gestaan. Dat je daardoor een hele papieren winkel moet invullen, waardoor je dus minder tijd aan je beesten kan besteden. Ja, precies. Dan kan je gewoon alle zorg en tijd aan je beesten besteden. En dat vind ik gewoon mooi. Ja. Daar ben je uiteindelijk boer voor. Vond je ook een hartstikke leuke video? Geef hem even een dikke duim en de reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal arietrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hier zitten. Dat is wel van die Canadese trekkers. Volgens mij is een bijrijdersstoel optie, of niet?